Ja, mensen, allemaal hartelijk welkom op de Mert. We zijn hier vandaag op de Mert. Ik zit overal over vandaag. En ik heb hier allemaal tassen meegebracht en een vol kribbus. Zo werk ze naar de Mert. En haal die tas maar open, dan laai ik het erin. Waar allemaal begin is bij begin. Nee, die bloemkool die is duurder, dat is nou deze tijd. Nou, dan leg hem terug, dan krijg ik een spijt. Ja, op de Mert is het gezellig, drukke jongen allemaal. Karakter altijd aan de buurt, en met hoog alweer wel van. Gezellig op de Mert, hoor, hè? Gezellig allemaal, hè? Ja, daar kan het goed, hè? Ach, vrouwke, deze dekbed, dat is een goeie kook. Ik weet dat allemaal, omdat ik eronder sloop. En mocht die niet bevallen, dan is dat geen strop. Want als je niet kunt slapen, dan bellen mij maar op. En dan komt die weer. Ja, op de Mert is het gezellig, treft die jongen allemaal. Mijn moeder schoot al met haar kindje, maar is verder niks van plan. Oh, wat is dat toch een mooi kindje, oh wat een mooi kindje, waar. Maar nou zie ik het, je bent de moeder helemaal niet, je bent de oma. Ja, 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 die oma zie maar steeds jonger, hoor. En die moeder steeds ouder. Hé, hey, oma moet de sokken, van deze krijg ik een spijt. Het zijn goeie dikke, al voor de wintertijd. Ach, jongen, dat is niks, die zijn niet voor de kou. Wil de echte kwaliteit, draai ik ze wel vooral. Ja, op de Mert is het gezellig, treft de Jan en alle man. De bakken vis je er altijd wel in, doe ook maar herring, want jij zit in herring gedruk alleen maar, als je lust, hè. Had er nog iemand geld bij? Iemand nog? Ja, je hebt geen geld meegenomen vandaag, was niet nodig, hè. Ach, je kunt met me nog binnen, als je hier iets hoort. Het apparaat vertelt hoe dat je het betoelt. Alles hoe we wilden hier geen dolder meer wil. Wij zijn zo blij als je komt al door de Mert. Op de Mert is het gezellig, drukt die Jan en alle man. Maar ze is wel lekker op tijd, met anders is er niks meer aan. Dankjewel Gert, voor dit prachtige muzikale intermezzo. En dan gaan we nu kijken naar de gebeurtenissen in Landeren in 2013, in het derde kwartaal. We zijn vaak ambassadeurs en iconen voor de sport en zeker voor de jeugd. En toch wil ik op deze plek ook aandacht schenken aan al die andere sporters die vaak recreatief of op hun eigen manier topsport bedrijven. Voor de derde keer hield de parochieschaik een parochiemissie met als doel de kerk naar de mensen te brengen. Letterlijk gebeurde dit onder andere op het Van Spijkplein in Schaik, waar de pastoor begon met het zegenen van huisdieren. Centraal dit jaar stond het thema duurzaam geloven. En daar hoort ook een duurzame aarde bij. Ben je eenmaal bij de mens binnen, dan kan het verhaal pas echt beginnen. In het laatste weekend van mei en het eerste weekend van juni hield Janine Fransen uit Zeeland in haar atelier een tentoonstelling van haar werken. Janine Fransen maakt schilderijen in frisse, vrolijke kleuren met vlakken en figuren. Reden voor een bezoeker van de tentoonstelling om haar werk te beschrijven als de
moderne Mondriaan met een vleugje Vincent van Gogh. Huisarts is een prachtig vak. Een vak wat je alleen goed kunt uitoefenen als je jezelf in dienst stelt van anderen. Dr. Schult uit Schaik heeft dit ruimschoots gedaan en is nu toe aan een heel rustig leven. Na een lange staat van dienst, eindelijk met pensioen. Daar hoort natuurlijk een afscheidsreceptie bij. En bij een receptie horen vanzelfsprekend cadeaus en enveloppen. Als je zelfs de inhoud van de enveloppen van je afscheidsreceptie weggeeft ten behoeve van de medemens, tja, dan ben je een bevlogen, zeldzame en zorgzame arts. Ook benieuwd naar welke goede bestemming de opbrengst gaat? De grote Vierdaagse in Nijmegen begint binnenkort weer. Een mooi opwarmertje is altijd onze eigen avondvierdaagse in Zeeland. Zo'n evenement kan natuurlijk niet zonder vrijwilligers. Sommige mensen helpen al 25 jaar mee. Is er in Nijmegen voor iedere winnaar een mooi Vierdaagse kruisje? In Zeeland hebben de winnaars van de 5 en 10 kilometer een mooie wandelstok in het vooruitzicht. En nu willen jullie natuurlijk weten wie deze wandelstok hebben gewonnen. De verkiezingen van de gemeenteraad vinden plaats in maart 2014. De echte liefhebbers van verkiezingen hoefden niet zo lang te wachten. Want onlangs hebben we de verkiezingen van onze jeugdgemeenteraad gehad. Een hele mooie kweekvijver voor onze toekomstige politici. Jong geleerd is oud gedaan. Wilt u weten wie in de toekomst onze gemeente mee gaan besturen? Een grote kans dat ze nu als jeugdraadslid zijn begonnen. Club is waar veel talent rondloopt, dat weten we natuurlijk al lang. En dat is niet alleen bij de jongens, maar ook bij de meisjes. Op 2 juni speelden de meisjes D1 een heuse bekerfinale tegen het team van Stormvogels 28. Het was een erg spannende wedstrijd met natuurlijk een winnaar. Maar hoe de verliezer zich opstelde, dat was pas echte winst. Deze meisjes hebben heel goed begrepen wat respect is. Daar kunnen onze profs nog heel veel van leren. Tinus Verstraten, de gemeentebode van Landert, is nu met pensioen. Dus in die rol zullen we zijn vertrouwde gezicht niet meer gaan zien. Maar Tinus was ook als zanger van het Kwartjesvolk een bekende Zeelander. En die konden natuurlijk bij zijn afscheid niet ontbreken. Verkleed als zigeuners brachten ze Tinus zijn eigen oude woonwagen mee. Beter een goede buur dan een verre vriend. Dat geldt ook voor onze vliegbasis Volkel. Ook al is Volkel geen Landert, de inwoners van Landert hebben natuurlijk elke dag met de vliegbasis te maken. Wat gebeurt er allemaal op die basis? Hoe houdt men rekening met de buren? Hoe zit het met veiligheid? Geluidsoverlast? Luchtmachtcommandant Peter Tankink legt het ons allemaal uit. En wanneer kan dat nu beter dan tijdens de Open Luchtmachtdagen wegens 100 jaar luchtmacht? Vlieg met ons mee. En geniet van al deze prachtige beelden. De Open Tuinendag in Landert is al vele jaren een succes in Schaik, Reek en Zeeland. Voor het eerst zette dit jaar ook Chris Schol uit Reek de deuren van zijn tuin wagenwijd open. Veel inwoners maakten van deze gelegenheid gebruik om eens te gaan kijken waar de oud-wethouder nu precies woonde. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in het leven van elk kind. Muziek, dans, zang, elk kind doet het toch automatisch? En volwassenen trouwens ook, als ze af en toe de kans krijgen om nog een beetje kind te mogen zijn. Maar goed dat de uitdrukking jong geleerd is oud gedaan nog steeds opgaat. Sommige dingen ontstaan gewoon en zijn uiteindelijk niet meer weg te denken. Zo is het ook met het Moesjakamp in Schaik. Al ruim 40 jaar komen honderden kinderen uit Schaik bij elkaar voor een zomervakantieweek in de Schaikse bossen. Op een prachtige plek aan de rand van natuurgebied de Maashorst, spelletjes doen, samenwerken en vooral genieten. Zelfs in deze economisch vervelende tijden werd het weer mogelijk gemaakt door sponsoring van bedrijven en inzet van vele vrijwilligers. Kijk mee hoe 350 superhelden genoten van een prachtige week. Club Objectief uit Zeeland bestaat dit jaar 40 jaar. Dat kan natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Over 40 jaar historie valt heel wat te vertellen.
Aangezien een plaatje meer zegt dan 1000 woorden, spreken de komende beelden voor zich. De Rotary Club Land van Ravenstein organiseerde op 22 en 23 juli een bijzonder evenement. 24 uur fietsen in Zeeland. Door het centrum, door de bossen en zelfs dwars door ambiance. Er waren diverse onderdelen. 24 uur mountainbiken, een 6 uur race en een dikke bandenwedstrijd. De opbrengst van het evenement ging naar de stichting die opkomt voor mensen die lijden aan de taaislijmziekte. Een echte regendag was er, maar voor de rest geen klachten tijdens de Kelekeet-dagen. Sterker nog, de leiding had meer moeite met de regen dan de kinderen. Kelekeet werd voor de tweede keer georganiseerd in de bossen van Reek en maar liefst 150 kinderen uit deze plaats sloofden zich 4 dagen uit met allerlei activiteiten. Zoals Reek zijn Kelekeet-dagen had dit jaar, zo heeft Zeeland al heel wat jaren zijn Inca-dagen. Voor een aantal dagen staan niet de iPad en de smartphone centraal, maar buigen de kinderen zich over allerlei opdrachten op het kamp in de bossen van Zeeland. Al 12 jaar rijdt Dirk Strik voor varkenstransporteur VAEX in Reek en zijn vrachtwagen werd onlangs genomineerd als de mooiste vrachtwagen van Nederland op het truckfestival in Assen. Helaas moest Dirk in de uiteindelijke verkiezing 2 vrachtwagens voor laten gaan die nog mooier gevonden werden. Wie denkt dat een kermis zomaar een verzameling attracties is die op willekeurige wijze opgesteld staan op een plein, heeft dat mis. Er wordt wel degelijk goed over nagedacht. Een goed voorbeeld daarvan is de kermis in Schaijk. Kermismeester Hans Vaneker legt uit hoe hij tot de juiste keuzes is gekomen. Dorpshuis Het Wapen van Reek was op zondagmiddag 18 augustus omgetoverd tot een pretpark. De reden was dat een aantal inwoners van Reek een benefietactie georganiseerd hadden om geld in te zamelen voor de stichting Hartewens, Harm en Pien, de kinderen die slachtoffer waren van het gezinsdrama dat eind april plaatsvond in Reek. Piet van Dong uit Zeeland bleef toen hij te horen had gekregen dat hij aan kanker leed niet bij de pakken neerzitten. Hij sport graag en besloot deel te nemen aan de Alpe d'Huez. Piet wist een team bij elkaar te sprokkelen en samen gingen ze aan de slag om fondsen te verwerven voor het kankerfonds. Hoogtepunt van alle inspanningen werd de beklimming van de Berg aller Bergen op 6 juni jongsleden. Karel Otte heeft afscheid genomen als huisarts in Zeeland. Hij deed dat door middel van een receptie bij Ambiance in Zeeland en speciaal voor Lander TV keek hij samen met zijn vrouw Janne terug op zijn periode als dokter. Kermis in Zeeland en straatfeesten in Zeeland. 2 feesten in 1. En dan is het echt feest zoals de nu volgende reportage laat zien. Thuis is ook niet alles. Dat was zo en dat is nog steeds zo voor Tiona het Smartlappenkoor uit Schaijk. Op 1 september organiseerde het koor een Smarties Festival in de Potter in Schaijk. Gasten waren Leen Zeilmans, Peggy Mays en Vrolijk Verdriet. Je hoort het wel vaker dat mensen een kraai als huisdier hebben, maar toch. Het blijft bijzonder. Joanne Duins uit Reek overkwam het dat ze een jong weerloos vogeltje uit de nest aantrof en toen besloot zich over het kraaitje te ontfermen. In het nu volgende filmpje vertelt Joanne hoe ze probeert de vogel weer kraai te laten zijn. Dat werd een kraai en dan ook zijn hele achterban. Net over de grens in Duitsland ligt het plaatsje Kevelaar. Al vanouds is het stadje een bedevaartplaats voor mensen uit onze omgeving. Nog steeds. Want op 31 augustus gingen 86 inwoners uit Landert hier op bedevaart, samen met andere pelgrims uit Ravenstein en omgeving. Op 27 augustus is de bouw van het Kindcentrum Zeeland officieel van start gegaan.
De wethouders Harry van Dongen en Hetty Tindemans mochten de eerste schop in de grond steken. En de kinderen van de te bouwen scholen groeven puzzelstukjes op waarmee ze een waardig in elkaar Mag ik dan bij deze namens alle partners de gemeente hartelijk danken voor deze fantastische waardecheck? Ja, dat was het derde kwartaal, blok 3 dus. Theo, als cabaretier van de grote wereld, om het zo maar te zeggen, iemand die alles overziet en ontzettend graag relativeert, heb jij in blok 3 nog iets belangrijks gezien? Ja, de kermis natuurlijk. Je was al blij dat nog een kermis, geloof ik. Ja. Ja. En je was al blij dat er geen carnaval meer bij zat. Ja. Nou ja, goed, ik ben maar 20 jaar of een jaar en 15 lid geweest van zo'n dweilorkest. Dus ik weet al wat het is. Maar op een gegeven moment heb ik de koffer ingepakt. Het was op maandag 3:00 middags. Dat ik in één keer dacht, wat doe ik hier? Ja. Ja, en toen was het over. Dat was over. Maar kermis is, vind ik nog steeds geweldig. Ik zie dat we snel uitgepraat zijn over blok 3, want dat was alleen de kermis. Dan gaan we het over iets anders doen, Theo. Ja. Ja, heb je nog iets meer gezien? Eigenlijk niks spectaculairs, moet ik zeggen. Dat is de zomervakantie allemaal, blok 3. Gebeurt er eigenlijk wel iets spectaculairs in Landert? Ja, dat gebeurt wel af en toe spectaculair. Laten we het over jouw partij hebben dan. Dat is ja, dat zou spectaculair kunnen worden. Laat ik eerst jou eens een compliment geven, Theo. Dank je. Maar waarvan? Waarvoor? Dat je erin slaagt om elke keer weer in de belangstelling te komen. Kun je goed tegen complimenten? Ik kan wel tegen complimenten, ja. Of heb je liever dat ze jou... Maar dit soort complimenten zijn natuurlijk geen complimenten. Nee? Nee, dus een verkapte van, god, jij vindt het leuk om in de belangstelling te komen en je doet er elke keer weer iets voor en het lukt je weer. Ik weet niet of dit nou echt een compliment bedoeld is. Heb je liever dat ze jou gewoon rechtstreeks azijnpisser noemen? Azijnpisser? Ja, mag ook, maar ik zou niet weten waarom. Nou, jouw nieuwe partij is gebaseerd op collectieve onvrede in Landert. Ja. Wat is die collectieve onvrede? Partij voor de herindeling. In Arena schreef je, er heerst collectieve onvrede in Landert. En toen dacht ik van, welke collectieve onvrede heerst er dan? Je bent woordvoerder van de partij. Nou, misschien is dat wel royaal gezegd hoor, er heerst collectieve onvrede. De verkiezingen komen eraan, hè. Je hebt het gezegd. Jazeker, en ik ga nog wat meer zeggen in de verkiezingen waarvan je later denkt, nou. Ja. Maar dat zijn de verkiezingen, snap je? Dus dan zeg je niet, ik heb ergens iemand ontmoet die een beetje onvrede had, dus ik begin een partij. Ja, dan denken ze, ben je niet goed bij je hoofd. Nee, dan heerst er collectieve onvrede en dan komt er een partij en die gaat er een eind aan maken. Ja, snap je? Dat zijn verkiezingen. En die heerst ook collectieve onvrede? Er heerst onvrede, denk ik wel, ja. Welke dan? Welke? Ja, er is een beetje onvrede over het feit dat iedereen toch wel, of heel veel mensen ervaren dat het niet zo'n goed huwelijk is geweest. Dus het huwelijk is een beetje uitgewerkt. Schaik en Zeeland, vraag het maar hier aan de Zeelanders of de Schaikenaren. Ze hebben helemaal niks met elkaar. En dat betekent ook dat de wil om er politiek met z'n allen iets van te maken aan het weg hebben is. Er zijn bijna geen partijen meer die nog iemand op de lijst krijgen. Dus dat is een onvrede, onvredeachtig. Ja. Ja, en dan heb je een paar momenten die dat voeden. En die hebben zich de afgelopen 2 jaar wel afgespeeld. Ja, dat kindcentrum gedoe, het is natuurlijk nooit goed voor een gemeente als Zeeland in opstand komt, wat bijzonder is, hè? Want Zeeland is geen opstandig volk van nature. Waar zijn de echte Zeelanders hier? Is opstandig? Ik woon al 30 jaar in Zeeland, ja. Ik reken mezelf wel tot... Ja, nou, Reesie. Is het een opstandig? Het is geen opstandig volk, zo hebben wij het niet leren kennen. Nee. En als die dan toch op een gegeven moment in beweging komen en 2600 handtekeningen ophalen om te zeggen, wij willen dit niet, en daar wordt dan niet naar geluisterd, dan kweek je natuurlijk wel wrok. Ja. Afkeer. Maar is dat nou voldoende om een partij op te richten? Nee, ik zeg toch duidelijk één van de... Er komen nog veel meer punten. Nou, ik heb net al gezegd, het is geen goed huwelijk. Er is, zou jij zo een samenwerkingsverband op kunnen noemen, na 20 jaar, tussen Zeeland en Schaik? Wat doen ze nog? De MKB's zijn zelfs uit elkaar. En de ondernemers zijn meestal toch pragmatische mensen. Het is niet... Ze hebben geen hekel aan elkaar, maar ze hebben gewoon niks met elkaar. Okay. Het is niet goed. Misschien nog een paar... De WMO-raad gaat volgens mij over landen breed. Onze brandweer... Daar gaat gebeuren. Zorgcoöperaties doen dat. Er zijn nieuwe initiatieven, Ik stop ermee, want het is een hele lijst volgens mij, Theo. En ik vind het een...
Ik vind het ook wel jammer. Ik vind de herindelingspartij mag er voor mij echt zijn. En volgens mij zijn er heel veel redenen om te benoemen waarom je dat misschien zou willen. Maar deze nou net niet. Deze mag ik niet meer noemen. Maar dan doe ik het niet meer. Nee, ik zeg niet, mag niet noemen. Maar volgens mij is deze wat minder legitiem. Terwijl er volgens mij al hele goede redenen zijn. Ja. Vraag het maar eens. Vraag het maar eens. Aan de mensen in de straat. De komende weken gaan we, de komende maanden denken dat we daar nog wel jou vaker over zullen ondervragen. Hoeveel aanmeldingen heb je al van Jong en Blond? Nou, ik zal je vertellen. Ik had de advertentie gezet. En iedereen zegt, ah joh, je krijgt geen... Want dat is het probleem, ja, hè. Niemand krijgt nog raadsleden. Binnen 2 dagen had ik... 1 die zei, ik was vroeger Brian. Ja. Nu inmiddels. Ja, dat snapt het wel. Dus grijs. Toen nog iemand. Ook problemen met de haarkleur. En, maar de derde. Goeiedag, ik ben... Even na, oké. Dus, maar trouwens hou ik het nog geheim. Ik ben 22 jaar en blond. Dus wij, die hebben we ook al binnen. En die staat nu hoog op de lijst. Die komt bovenaan, snap je wel. Die komt, je komt op de poster. Ja, ja, maar dan mag ik dus nooit plaatsen. Dan ga ik dus nooit naar de tweede plek. Oké, Theo. Want blond, 22 jaar. En ze studeert ook nog in Nijmegen. Dus ook nog, ik heb ook gezegd, hersens en humor is ook belangrijk. Ja, dus al 4, 5 hebben we al. Nu al. Theo, dan de allerbelangrijkste vraag van dit interview. De allerbelangrijkste vraag. Wanneer ga jij mededelen? Wanneer komt die mededeling? Of dat de Partij van de Herindeling een geweldige cabaret-act is, of dat die serieus genoemd. Dat zou je willen. Wanneer ga je dat mededelen, Theo? Nee, natuurlijk, we zijn opgericht. We hebben hier, ik heb hier, ik laat geen briefpapier maken. Voor de lol. Ja, hier. Dat moet straks even in beeld, hè. Zie je dit? Het is een stempel. Ja, zie je hem? Stempel. Ja. Wat, met daarin herindelen. Snap je? Oh. Ja. Dan is het duidelijk, hè. En, nee, natuurlijk is dit geen grap, wat denk je? Nee, ik vraag niet of het een grap is. Ik vraag wanneer je gaat mededelen of dat echt is of een grap is. We zijn opgericht, hè? We zijn opgericht. We bestaan. We bestaan. We hebben 5 aanmeldingen. Geloof jij dat, dat ook hier? Ja, dat geloof ik en ik vind het. Ja. Dat zullen we het meemaken. Ja. Is dit, geloof Theo. Ik meen ook serieus dat het helemaal niet verkeerd is dat er partijen bijkomen die zeg maar in die brede zin discussie voeren. Ik vind alleen dat er op die inhoud, hè, en ik ook heb, maar ik heb het ook alleen maar vanuit een lokale krant, hè, die collectieve onvrede lees ik ook. En ja, we hebben 1 programmapunt herindelen. Dan zeg je, als dat het verhaal is, dan vind ik het te arm. Omdat we het onder andere over de zorg hebben. Ja, we hebben het net over gehad, we hebben het over het onderwijs. We hebben zoveel andere punten om te bespreken. En daar verwacht ik ook van een politieke partij. Maar ik neem maar dus, Theo daarop je zit er niet gaat, als, je zit er niet als een cabaret act. Nee, ik kan me voorstellen dat op inhoud heel serieus een goede discussie. Maar politiek en humor is een mooie combinatie. Ja, ja, dat dacht ik ook. Ja, daar ben ik ook voor. Theo. Ja. Nee, maar het is in zoverre ook zeer serieus. We hebben gewoon de besprekingen al geopend. Vorige week heb ik al een uurtje of 2 gesproken met de wethouder ruimtelijke ordening van Os, Hendrik Hoeksema. Daar komt een vervolggesprek op met mensen uit de herindeling van lid. Gaat hij dan eventjes, hoe hebben we dat gedaan? En hij is ook wethouder welzijn, dus daar gaan we het volgende gesprek over hebben. Van hoe liggen de verbanden in de gemeentes? Stel, Schaik wil massaal naar Uden. Ja. Dan zou wel eens kunnen blijken van, nee, ja, het is veel verstandiger om... In het kader van voorkomen van kiezersbedrog, na de verkiezingen. Moeten wij hieruit destilleren dat je eigenlijk een pleidooi houdt om ons bij, tenminste een deel van Landert, bij Os te gaan voeren? Want dat kan maar beter voor de verkiezingen daar. Nee, we gaan een enquête houden. Ik heb hier mijn stukken. Hè, dus hier, dit is de proefenvelop. Ja. Deze gaat binnenkort in begin januari rond. Wij laten de Zeelanders zeggen, waar willen we naartoe? De Schaikenaren en de Rekenaren. Laten we gewoon zeggen, waar willen we naartoe? En dan gaan we kijken. Kunnen we daar vorm aan geven? Maar dan moet je duidelijk Theo. Er is ook een optie in die enquête, we willen blijven zoals we willen het laten. Jazeker. Theo, de laatste vraag aan. Heel kort, mag je heel kort antwoord op geven. In Zout wordt altijd de vraag gesteld, als jij 1 dag voorzitter zou zijn van een andere partij. Welke partij zou dat zijn en wat zou je doen? Als jij in Landert 1 dag voorzitter zou zijn van een andere partij, welke partij zou dat zijn en wat zou je op die dag doen? Ja, ik ben er al van opheffen. Ja, dat dacht ik. Ja. Dus ik zou lid worden van al die partijen en zou ik dan meteen opheffen. Alle partijen. En dan ga ik de verkiezingen in mijn eentje. En dan worden we de baas in Landert en dan wordt het lachen. En wat doe je dan de rest van de dag? Want daar heb je niet zoveel tijd voor nodig. Ik zeg niet alles. Goed, daar wordt dan Marnix en Theo vervolgens. En dan gaan we nu weer kijken naar een blok straatinterviews.
Er verdwijnen heel veel winkels en ik denk dat het heel goed is dat ze nog eens een keer gaan kijken of het rendabel is om hier een geweldig plan neer te zetten. 2013 was voor mij goed begonnen, maar helaas, ik heb dus een fietsongeluk gehad en daar ben ik nu nog steeds van aan het revalideren. 2013 was geweldig en 2014 wordt nog beter. Nou, als marktmeester van Schaik wens ik alle mensen natuurlijk het allerbeste voor 2014. Maar nog meer wensen wij hier op de markt natuurlijk dat er heel veel klanten straks komen bij onze marktmensen om de markt om allerlei leuke dingen te kunnen kopen op de markt. Dat we een sportief jaar mogen hebben en dat er een beetje vrede is. Niet dat wij de ene oorlog in de andere vallen en van de ene ramp in de andere. Dat er iets meer vrede is en iets meer liefhebberij voor elkaar. Dat ze elkaar een beetje waarderen. We hopen als bestuurslid van de zorgcoöperatie dat we een geweldig jaar mogen hebben. En heel veel nieuwe gasten mogen ontvangen in ons ontmoetingscentrum onder de Linden. Veel gezelligheid in 2014. Nou, en dan de hoop voor 2014 is dus dat wij onze Jeux de Boule Club een eigen locatie krijgen. Daar zijn we dus met de gemeente in overleg. Dat alles een beetje eerlijker verdeeld werd in de wereld. Niet alles bij de rijken, maar dat iedereen werd gedacht. Ik hoop dat iedereen volgend jaar, die het nu zwaar gehad hebben, ook vanwege de crisis financieel, dat er een lichtpuntje is in 2014. Nou, dan hoop ik dat volgend jaar Schaik een heel mooi centrum heeft. Voor 2013 was het gewoon ons geluk dat wij gewoon twee prachtige dochters erbij gekregen hebben. Hoewel we er al twee hadden. En voor 2014 hoop ik gewoon nog zoveel geluk te behouden. Of niet, Jente? Ik hoop voor 2014 dat LFM gewoon lekker uit kan blijven zenden, zoals ze nu bezig zijn. Sportief zijn, want ik ben zelf heel erg gevoelig voor sport. Ik doe het graag, ik ben helaas even geblesseerd. Maar op sportief gebied moeten we dus elkaar kunnen vinden. En ook in verdere alle activiteiten, dat we het hier mooi kunnen houden. Dat hebben we gezien.